vanuit het dorpje rij je hier zo langs. Het is zeg maar 200 meter uit het dorpje. Dan ga je dan zo hier naar beneden toe. Zo. En dan heb je daar de ingang. Kijk, zie je? Camping Municipal. 75 platen. Dan zie je hier zo de ingang. Dan rij je hier zo naar binnen toe. En dan zoek je zo'n plekje uit. Nou, wij zijn rondgereden en we kwamen dat plekje uit. En eigenlijk hebben wij het mooiste plekje van de hele camping. Hier kan je je was doen eventueel, als het nodig is. En hier staan ook de tarieven van de camping. En hier heb je een sanitair gebeuren. Hier doe je de afwas en de was zelf ook. Een handwas zie je eventjes hierin enzovoort. Dan wist ik niet dat hier aan deze kant ook toiletten en douches zijn. Inderdaad, zo te zien wel. Wij gaan altijd vanaf de andere kant, omdat wij aan de andere kant staan. Douche froide. Koude douche. En dit zijn douchewarme. Kijk, een beetje dan denk je van, oh, dat ziet er toch niet uit. Ja, daar vergis je je in hoor, want het is echt onwijs schoon. Het wordt twee keer per dag wordt het ongelooflijk goed schoongemaakt door die meneer. Echt keurig netjes. Bakken dat je kan, kijk, wasbakken, dan kun je je eigen scheren enzovoort. Hey. Doei. Gauw weg hier. Dames en heren door elkaar, dat dan weer wel. Dus het is dus wat ik zei over het binnenkomen zo. En dan heb je hier nog zo'n heel groot stuk veld. Het loopt hier door. Kijk, het zijn ook allemaal plekken. En zie je, dat is echt, hier staat dan een grote boom, maar moet je zien wat een ruimte dat is. Dus ja, het is echt wel een hele bijzondere camping. Tenminste, wij vinden hem heel bijzonder en we vinden hem heel mooi. En kijk, het loopt helemaal door daar naar achteren. En dan dit veld ook, 1, 2, 3, er staan 4 campers. Nou, dat is het. Spullen kan surfen, dus je rijdt je camper erop en dan kan je vuil water legen. Je kan daar je chemisch toilet legen en je kan er vers water pakken. Dat is hier ook. En dit is een speciaal iets waar je je fietsen kan afspoelen. Kijk, dus als je je fiets zegt van nou die wil ik ook schoonmaken, dat mag hier ook. Hier onder de bomen, dan sta je echt lekker koel. Het is natuurlijk hier vrij warm, zomerdag. Hier staat ook van 9:30 's morgens tot 10:30 's morgens. En van 6:00 s'avonds tot 7:30 s'avonds. En dan is er ook iemand waar je het dan kan vragen. Nou, dit is de ruimte waar je, nou slecht weerruimte noemen wij het, maar hier kan je dan ook boeken lenen enzovoort. En je ziet hier op de kaart, nou ja. Bonjour. Kijk dan. En hier is Wiki. En daar zit kaart in. En hier is Wiki. Dus ik ben eventjes mijn appjes aan het antwoorden. Allemaal de groetjes natuurlijk. Hè. Oh, ja leuk. Deze. Ja, geweldig. Kijk, hier zijn we. Saint-Nazaire-Royance. Hier zitten we. En het is een onwijs mooie omgeving. Je kan echt hier helemaal naar Valence, hier naar Romans. Dat is ook een vrij grote stad. Zijn echt, hier is Grenoble. Dus dan echt als je zegt van nou waar in de buurt is het. Hier heb je al die monds, die kools. Leuk hè? Oh, we gaan even verder. Kijk, ik ga even verder hoor. Later! Doei! Kijk, plekje 54. Dit is waar we staan. Zie je? Een prachtige plek. Op een camping municipaal. Je ziet hier allemaal plekjes zijn er. Allemaal open plekjes. Eh? Allemaal open plekken zijn er. En die zijn, plekken zijn ook vrij groot. Kijk, het is echt gigantisch groot. En daar staat Karin, die staat daar. Die is eventjes het dorp in. En hier zitten er wat vol